Vrijdagavond ging in het Fakkeltheater van Antwerpen de Soundmix Show in première. Een dolkomisch avontuur rond het bekende VTM-programma, waarin onbekende mensen hun idool imiteerden. Voor het eerst in zijn ruim 30 jaar lange carrière stond Barca El als acteur op het podium. Het is mijn allereerste theatervoorstelling zelf op het podium dan. Als acteur tussen aanhalingstekens, want ik speel eigenlijk mezelf. Maar een beetje uitvergroot, Barca El. Maar wat heel erg leuk is, is dat je met een fantastische ploeg hier staat. Met Peter van der Velde, Peter van Asbroek ken ik nog van in Studio Herman Terling. En Hilde heb ik ook al vaak, Hilde de Baardemaker al vaak ontmoet. En Sven de Ridder is een gepassioneerd regisseur, acteur. Die heeft het met de paplepel thuis meegekregen. Dus het is zalig werken met die mensen. Het is zo, een beetje, ja, ik heb een heel goed gevoel hier. Dat is echt waar. Niet alleen Bart was zenuwachtig, ook zijn partner Luc Appermond zat nerveus in de zaal toe te kijken. Heel zenuwachtig heb ik gekeken. Met klamme handjes natuurlijk, want voor hem is dat een hele nieuwe wereld. Hè. Ik weet wel dat dat zijn natte droom was om nog eens iets op theater te kunnen doen. Maar ik vond wel voor de allereerste keer dat reuze meeviel. Ik wil nu na 20 voorstellingen nog wel eens komen kijken. Ik denk dat het dan wel geëvolueerd zal zijn. Maar tussen zo 3 grote klasbakken, hè, zoals Peter van der Velde, Onderweer en Hilde de Baardemaker en Peter van Asbroek, vind ik wel dat hij goed zijn streng heeft kunnen trekken. Barca El stond samen met Hilde de Baardemaker, Peter van der Velde en Peter van Asbroek op het podium. Stuk voor stuk ervaren rotten in het vak, die benieuwd waren hoe Bart het er vanaf zou brengen. Voor hem, hij heeft dat fantastisch goed gedaan. Hij was wel heel zenuwachtig. Ja, want dat is voor hem ook iets anders natuurlijk om te acteren. En dat presentatiewerk, dat is zijn ding natuurlijk. Maar dan hier bij ons spelen en timing, comedy, dan moeten we durven wachten tot de zaal uitgelachen is. En dan terug uw zin lanceren. Dat is een nieuwe métier voor hem toch. Alhoewel, hij heeft Herman Terling gedaan, maar hij is dan onmiddellijk beginnen zingen. Dus hij heeft eigenlijk nog nooit gespeeld. Maar hij heeft nu de microben te pakken, dus we hebben al gezegd, de volgende keer doe het terug mee. Voor Bart Keil was zijn theaterdebuut een spannende gebeurtenis. Maar hij genoot ook wel van enkele mooie momenten. Het allerleukste vind ik, als ik binnenkom, mijn allereerste woord één goedenavond. En dat we dan zo die, precies als er een heilige binnenkomt, dat vind ik zalig om te doen. Ik mag het al 2 keren doen in de voorstelling. Dat vind ik zalig om te doen. Maar ook elke rare situatie die er gebeurt op het podium is eigenlijk zalig om te doen. Ben jij een heilige? Dat denk ik niet. Ik denk eerder met een gewone G. Tickets voor Soundmix Show zijn te reserveren via www.uitgezonderd.be. Thank you for the music. Thank you.